Vandaag, zaterdag 29 november 2008, schrijven we toch, in ieder geval voor Valkenswaardse begrippen, een beetje geschiedenis. We hebben hier heel erg lang op gewacht met elkaar. Wat stond het hier vast? Vreselijk. Kilometers lang rijden auto's, dampende auto's. Elke dag worden wij geconfronteerd met wat hier nu ook achter ons aan ons voorbij trekt. Overlast in de vorm van de drukbereden Rijksweg N69. En daarom dat ik van ganser harte vandaag het beheer van de N69 over wil dragen aan de provincie Noord-Brabant. Dus het is eindelijk gelukt, het is eindelijk zover. Ik denk dat we met z'n allen daar ontzettend blij mee kunnen zijn. De symbolische overdracht van de Rijksweg aan de provincie, die we zo dadelijk gaan doen, is daarmee voor ons een hele belangrijke stap als Valkenswaard. We hebben vorig jaar rond deze tijd waren we. Toen was de begrotingsbehandeling ook van Verkeer en Waterstaat aanstaande. Toen zijn we met een groep mensen nog met klompjes naar Den Haag gegaan. Met daar onze wensenlijstjes in. En dan is het heel fijn om te kunnen zien dat nu een van die wensen echt in vervulling is gegaan. Ik ben benieuwd. Het is een verrassing voor mij ook hoor. Ik trek de Brabantse vlag ervan af. Ja? En ik geef hem aan Cora over. Brabant proficiat, Valkenswaard proficiat en nu aan de slag, bouwen die weg. Dank u wel. Ik zou zeggen, minister, ga zo door, dan komt het in Brabant helemaal goed. Dank u wel. Deze is de weg van de Brabant.